De minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin, zegt dat hij wel op de hoogte was van het vertrek van First Lady Melissa Santokki naar Nederland. De First Lady is afgelopen zaterdag samen met enkele leden van haar kabinet vertrokken. Pas toen de Nederlandse media hiervan melding maakte, wist de Surinaamse pers dat ze uitlandig was. Ramdin begrijpt niet waarom er zoveel commotie is ontstaan. Hij zegt dat de First Lady voor een privébezoek naar Nederland is afgereisd. Het is een privébezoek van de First Lady. Maar als het nodig is, zullen we dat voortaan inderdaad doen. Het is een werkbezoek geworden uiteindelijk. Het is niet een werkbezoek, het is een privébezoek met wat altijd gebeurt in dit soort situaties. En ik geloof dat dat begrijpelijk is, dat er gevraagd wordt om wat side meetings. Dit heeft nu een karakter van een privébezoek met wat informele side meetings ernaast. Maar er zijn ook leden vanuit het kabinet van de First Lady vertrokken met haar? Dat is voor andere redenen, maar dat is niet een officieel bezoek. We spraken de minister ook over het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo. Aan de media was namelijk eerder meegedeeld dat er slechts één vraag mag worden gesteld aan Pompeo. Minister Ramdin zegt echter dat de Surinaamse pers wel de vrijheid zal krijgen om vragen te stellen. Het bezoek alleen maar plaats in het kader van het feit dat er een nieuwe regering is. Er is contact geweest voorheen tussen de president. Dit is een mogelijkheid voor de Secretary of State om naar Zuid-Amerika te reizen. Een aantal landen te bezoeken. En in dat kader gaan we dus praten over de bilaterale samenwerking. Er is niet specifiek iets dat aanleiding heeft gegeven tot dit moment. Het is een regulier bezoek dat toevallig nu gebeurt. We zijn er blij mee en we zullen zoveel mogelijk zaken bespreken die goed zijn voor het land. Is de pers beperkt met het stellen van vragen? Nou, kijk nu, het is een heel kort moment. Het is een heel scripted visit. Dat is gebeurd met dit soort bezoeken altijd. Wij proberen nog steeds ervoor te zorgen dat we optimaal vragen gesteld kunnen worden. Maar het is een heel kort persmoment. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, we spraken hem voor aanvang van de raadsvergadering.